De bunker heeft een hele kleine toegang. Je moet je dan voorstellen dat er bankjes in zaten, eigenlijk net zoals nu. En je kon dus aan beide kanten kon je zitten, houten bankjes. En vervolgens wachtte je de aanval af. Jarenlang is deze privé-schuilplaats aan de Rijnsburgerweg onopgemerkt gebleven voor historici. Wij waren hier bezig met het huis en wij liepen de tuin in. En toen kwamen we dit tegen. De eigenaar kende het wel, maar wist niet wat het was. Wij ook niet. We hebben gekeken naar een raar ding. Het bestaat uit een aantal betonnen ringen, een ijzeren deur ervoor. En toen bleek dat hij gebouwd is door de Leidse betonfabriek Wernink. Wernink maakte al rioleringsbuizen en paste dat aan voor de oorlogssituatie. En dat is eigenlijk gewoon een uniek product. En is die ook gebruikt, deze? Vermoedelijk wel, want Leiden is natuurlijk ook gebombardeerd, bijvoorbeeld bij het station. Dit is daar niet al te ver vandaan en mogelijk is Wardenaars en zijn familie heeft hier geschuild. Het is wel aannemelijk. Je zat hier relatief veilig, want hij is van gewapend beton. Dus je hebt beton en ijzer samen. En die maken het behoorlijk sterk. En een ronde vorm natuurlijk ook al. Moeten we hier zuinig op zijn? Ja, we moeten hier echt zuinig op zijn. Het is uniek voor Leiden. Mogelijk in Nederland. We weten helemaal niet hoeveel van dit soort dingen er nog zijn. Er is nooit de inventarisatie gedaan. Dit moeten we echt zuinig op zijn.